Ik heb dit nog nooit gezien. Zoveel troep. Welkom iedereen bij een gloednieuwe aflevering van House Flipper. Leuk en tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van deze serie. We gaan snel eventjes naar mijn huisje. Ik moet het geen schuur meer noemen natuurlijk. En we gaan ook naar mijn vernieuwde kamertje kijken. In de vorige aflevering zagen jullie dat ik allemaal dingetjes ging ophangen, zoals de lampjes en schilderijtjes en een nieuw bed en van alles nieuw. Maar natuurlijk, de laptop is wel het belangrijkste, want daar staan natuurlijk gewoon de e-mailtjes in. En we gaan snel kijken welke we dit keer gaan behandelen. Studentenhuis op te ruimen van Niek de Bruin. Een hele goeie morgen. Ik hoop dat je mij kunt helpen. Ik ben met pensioen en ik ben ook niet in de beste gezondheid. Ik bezit momenteel een appartementje dat ik al jaren verhuur aan studenten. Dit jaar verhuurde ik helaas aan een groep slechte studenten, wat natuurlijk ook niet de beste beslissing bleek te zijn. Ze betaalden niet op tijd, dus ging ik dingen bekijken en toen ik die deur had geopend, had ik bijna een hartaanval. Het hele huis was een varkenstal, overal lag afval, drankflessen, modder en ze lagen op de grond te drinken. Toen heb ik ze even aangesproken en toen vertelden ze me grof om weg te gaan. Ik heb ze uiteindelijk eruit gezet, logisch, maar de rommel is er wel nog steeds. Sommige meubels en radiatoren ontbreken. Kun je alsjeblieft mijn huis opruimen en het geschikt maken voor nieuwe huurders, zodat ik deze rommel achter mij kan laten? Hoogachtend van Niek de Bruin. Nou, Niek de Bruin, ik vind het een zeer triest verhaal. Oprecht heb ik wel een klein beetje medelijden. En natuurlijk, het is maar een spelletje. Het is allemaal gefantaseerd. Maar ik kan me wel vinden dat dit soort dingen wel in het echt kunnen gebeuren. En waarschijnlijk ook gewoon gebeuren, zeg maar. Oh mijn god. Nee. Een heel groot huis met heel veel kamers. En ik durf eigenlijk niet naar binnen te kijken. Maar, oh jongens, het begint hier al. Ach jongens, jongens. Nee. Ach nee joh. Oh, wat erg. En dit loopt nog helemaal door, hè? Dit loopt nog helemaal door. Dit kan toch niet? Oh. Ik heb dit nog nooit gezien. Zoveel troep. Ook hier gewoon nog buiten. Of nee, in dit kamertje. Ik dacht dat het naar buiten liep. Dit is echt ongelooflijk. Ik ga even wat laten luchten hier. Want ik kon gewoon niet door de afval heen. Ik zat helemaal vast. Kan je toch niet? Dit is gewoon echt bizar, echt bizar. Dit kan je toch niet achterlaten op deze manier? Stel je voor dat je een eigen huis hebt en het zo elke dag achterlaat. Ik snap waarom die man een hartaanval kreeg. Oh, bijna een hartaanval. Gelukkig geen hartaanval. Laten we dit even allemaal opruimen, want dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. Eerst even de troep. Zo, al die flessen met drank. Er is echt veel gezoop hier ook gewoon, hè, door die studenten. Elke avond feestjes. En hoe kunnen die mensen hierin leven? Hoe kunnen ze slapen in deze chaos. Het is gewoon echt chaos. We pakken even mijn nieuwe mop. En die is, kijk hoe snel die schoonmaakt. Dit is heerlijk. Oh, deze werkt echt fantastisch. Echt fantastisch. 91% nog even die hoekjes meenemen natuurlijk. En uiteraard het raam even wassen, want dat is ook zeker nodig. Laten we een radiator neerzetten. Een verwarming. Die zetten we dan hier tegenaan. Inmiddels weten we wel hoe we dit moeten installeren. Het is niet zo heel erg moeilijk meer. En voilà, die staat er. Er is nog steeds, ik moet nog steeds schoonmaken, maar ik snap niet wat er nou nog weggegooid moet worden. Deze zetten we weer netjes hier. En dan is deze kamer, oh, ik zie het al daarboven. Een vies plintje, nu is die klaar. De slaapkamer is klaar. Dan gaan we maar beginnen aan deze slaapkamer. Wat een ramp. Wat een verschrikkelijke ramp. Zo, klik, 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 klik. En hier krijgen we natuurlijk geen vaardigheidspunten voor, denk ik. Want ja, met klikken kan je niet echt dingen upgraden, verwacht ik. Dit mag ook schoon. De graffiti, gewoon graffiti of met stift, maakt niet uit. Gewoon op de muren gekalkt. Ook even die bovenkantjes natuurlijk. Plintjes meenemen. Dit is oprecht de ergste kamer of het ergste huis wat ik ooit heb gezien in het spel. En ik verwacht eigenlijk in de toekomst dat het misschien nog wel erger gaat worden. Maar ik denk dat dit wel bijna het maximale is wat je kan toepassen aan rommel. Gewoon dat je de hele vloer niet meer ziet. Verf met de kleuren wit. Monteerapparaten. We hebben weer een radiator nodig. Nou, die hebben we in ieder geval hier nog staan. Dus die kan ik mooi bevestigen.
Hier kan het ook weer lekker warm worden. Verf met de kleuren wit. We hebben verf nodig, maar als ik hier verf invul, dan krijg ik dus helemaal niks. Dan zal het bij de muren staan en dan moet ik gewoon zoeken naar... Ja, heel simpel. Het is gewoon verf wit, meer niet. Ja, dit is hem. Kijk. En dan gaan we maar beginnen. Het is leuk dat ik die super mop heb geactiveerd. Maar ik wil eigenlijk ook wel een nieuwe verfroller 2018. Als dat er is. Ik weet niet of dat er is, maar het zou wel mooi zijn. Dat ik misschien nog sneller en dat ik meer verf erin kan opnemen. Dat zou nog beter zijn, nog makkelijker. En dat zou het ook, dan zou het wat sneller gaan met het verven ook van deze kamer. Nu zou je denken, waarom heb ik 3 van die verfbussen gekocht? Ik bedoel, ik ben al op de helft en eentje is leeg. Je zal net zien dat je het nodig hebt. Sowieso. Ik heb heel vaak dat ik eigenlijk tekort kom. Ik denk, dan kan ik beter misschien... Ja, ik kan hem verkopen, maar... Ja, weet je, ik kan er beter dan nog eentje bij nemen. Deze is op, dan gaan we naar de volgende. Dat is wel makkelijk. Die verfbus staat heel dichtbij. En ik kan gewoon lekker zo verven. Ik hoef alleen maar naar onder te klikken. Zo, en dan kan ik verder gaan. Al die kleine bovenkantjes ook. Allemaal meenemen. Zo, dat gaat in 1 keer. En dan daar ook nog. Ben ik nog iets vergeten? Ja, daar nog. Kijk, die moet toch nog eventjes geverfd worden. Dan kan ik deze gewoon verkopen. En dan is deze kamer ook helemaal gereed. Toch? Is die klaar? Ja, toch? Ja, hij is helemaal klaar. We gaan naar de badkamer. Die heeft niet heel veel nodig aan schoonmaak. Monteerapparaat alleen. Oh, de wasbak. Aha, ik ben Mickey Mouse. We hebben deze nodig. En een radiator. En ik had... verwacht dat hij hierbij zou staan, maar ik zie hem dus niet. Het is voor de handdoeken. Dus ik heb nu badkamer, daar hoort hij niet. Ja, deze monteerbare handdoekenradiator, die hebben we nodig. En die is op zich wel heel simpel te monteren. Gewoon alleen alle schroefjes en dan draaien en klaar. Dat is het. En deze gaat op zich ook wel heel snel. Gewoon deze erop. Hoppakee, de binnenkant weer die schroefjes. Ik hou die mop maar gewoon in mijn handen, want het is hier ook gewoon verschrikkelijk vuil. In de gang natuurlijk. Is alles nu schoon. Ook die plinkjes even nakijken daarboven nog. En dit kunnen we gewoon met de hand oppakken. Het is wel leuk werk om dit te doen. Alleen het is wel een beetje herhaling na herhaling. Maar ik vind toch, ondanks dat het spel soms wel herhaling heeft, dat het wel heel veel variatie biedt in wat je allemaal doet en kan. Ik bedoel met het slopen van muren, met ramen zemen en spullen kopen, dat soort dingen. Ik vind dat wel super leuk bedacht allemaal. Overal moet ook een nieuwe verwarming in. Alsof ze gewoon al die verwarmingen eruit hebben gesloopt of zo. Waarschijnlijk in een dronken bui. En nog meer ramen hier zo. Dit is schoon. Ach jee. Ach jee. Dat is niet normaal hoor. Hier moet echt een lekker muziekje onder hoor. Dit kan echt niet. Hé, hey, maar dit is leuk om even te zien. Een monteerbare wasmachine. Die gaan we hier eens even neerzetten. En natuurlijk ook installeren, want dit is ook weer helemaal nieuw. Ja, dat moeten we loskoppelen, denk ik. Eerst de schroefjes daaruit. Oké. Okay. En nummer 4. Dan kan deze naar boven toe. En nou is die hier klaar, denk ik. Wel even kijken wat ik nu precies moet doen, want... Oh, wacht even. Hier zo. Een slangetje. En dan gaat deze... Gaat dan hier aan vast. Oh, eerst dat ding nog even koppelen. En nu gaat hij wel eraan vast. En dan hebben we hier nog iets. En dan is hij klaar. Nou, dit is perfect. We zijn bijna klaar met deze hele woning. Het is enkel nog deze kamer. En dan krijg ik mijn geld. En ik ben echt benieuwd hoeveel ik hiervoor krijg. Ik denk dat het behoorlijk wat gaat worden. Maar ja, nee, het is nog even de vraag. Want de ene keer krijg ik er meer voor, de andere keer weinig. En die man, ik weet ook niet hoeveel geld hij heeft. Hè. Of hij echt rijk is, weet ik ook niet. Maar wel al die radiatoren hebben gekocht. Dus... En dit wordt dan de laatste nieuw kopen. Nou, ik kan geen verwarming meer zien. Ook al is het wel belangrijk natuurlijk om te hebben. Ik vind het wel genoeg zo. En dit zal dan waarschijnlijk de allerlaatste worden. En dan is deze hele woning schoon. Alle opdrachten zijn voltooid. Ik krijg er bijna 6000 voor. Dat is toch wel een mooi bedrag, denk ik. Toch? Ik vind het mooi. En kijk even het verschil, want dit is... Ik ben blij dat ik niet al die kamers moest behangen. Want ja, dat is ook wel een werkje. Maar ik verwacht wel in de toekomst dat dat sowieso moet gebeuren. En dat we echt wel een dik half uur, 40 minuten bezig zijn met 1 woning. Kom maar op, ik ben erg benieuwd. We hebben sowieso deze woning helemaal opgeknapt. Tot in de nopjes. En vooral dit, hè. Wat een verschil, zeg.
Vooral die kakkerlakken met die nesten, joh. Blah. En zelfs de buitenkant laten ze een filmpje van zien. Niet kijken, niet kijken. Oh, is het weg al? Is het weg? Ja, het is weg. Ik heb maar 16 vierkante meter hier, hè? Multifunctionele ruimte. Ik zit te denken, kan ik dit niet upgraden? Is er nergens een plekje waar ik iets kan kopen of zo? Ik zie hier wel kopers staan. En dan Lone Wolf 37. 37 jaar oud, voormalig tactics planner bij het leger. Hij wil zijn gezin kost wat kost beschermen. Zelfs al als dat inhoudt dat hij iemand moet ombrengen. Nee, serieus? Jeetje, wat een gevaarlijke vent. Ja, ik zit even te kijken, hoe kan ik dit nou uitbreiden? Hoe kan ik mijn huis nou groter maken? Ik loop eens naar buiten, gebruik. En wat kan ik dan doen? Ik kan alleen blijven. KVL-grootte, 618 vierkante meter. Dat is wel meer dan dit, zeg maar. De multifunctionele ruimte. Misschien dat ik op mijn laptop wel iets kan vinden over mijn... Hier, browser. Wat is dat dan? Gewoon... Wacht even. Wacht heel even. Dit zijn huizen. Een verlaten huis. 31.000. Ik kan die kopen. Ik heb genoeg geld. Ik vind hem er ook leuk uitzien. Een huis na overstroming. Die ziet er ook vet uit. Een huis met auto. 66.000. Daar moet ik nog wel voor sparen. Maar hoe ver die naar beneden gaat... Wow, deze huis, jongens. Dit is fantastisch. Maar kan ik die kopen? Of... Oh, die villa, joh. 243.000. Oprecht vind ik dit echt een fantastisch huis. We kopen het gewoon. Je hebt een nieuw huis gekocht. Wil je er nu heen? Blijf je liever nog even. Gebruik dan je tuinhek om naar je nieuwe woning te gaan. Aha, dus we houden ook de oude woning. Maar dit wordt dan mijn nieuwe huis. Alleen... Als ik de foto zo zie, aan de linkerkant ziet u miniaturen van kopers. Van tijd tot tijd zullen ze commentaar geven op je acties. Besteed vooral aandacht aan degene op de top. Hoe hoger ze zijn, hoe meer ze bereid zijn te betalen voor dit huis. Oh, dit is dan een huis en dat knap ik op. En dan kunnen mensen het gaan kopen. Als het helemaal klaar is, dat is mooi. En ja, wat ik al dacht, het is verschrikkelijk hier. Hier moet nog veel aan gebeuren, maar ik heb hem wel gekocht. En ik kan hem waarschijnlijk verkopen voor veel meer geld. Echt veel meer geld. Genoeg om te doen. Kijk even. Jeetje jongens, ik laat even iets zien. Hier zo waar mijn facecam staat, zie je allemaal zwarte icoontjes. Dat houdt in spinnerag en vuilnis, noem maar op. Dat moet ik dan allemaal gaan schoonmaken. Maar dit is een klusje voor in de toekomst. Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral een duimpje achter. En volgende keer gaan we verder met een nieuwe aflevering van natuurlijk House Flipper. En ook de avonturen in mijn... Wacht even. Schone huis. Doei doeg. Oh, deze moet ook nog weg. Doei doeg.